Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze aflevering gaan we het hebben over tieners en jongeren. En met wie anders kunnen we daarover praten? Mensen die gespecialiseerd zijn om over deze doelgroep te praten. Wij hebben in de studio mevrouw Jacinta Jongalok Dundas. Zij is directeur of hoofd van het Kinderen Jonger Telefoon 123. En wij gaan het dan... het wordt een interessant gesprek. Mevrouw Jongalok, welkom in Gesprek Met. Dank u wel. Oké, tieners en jongeren. Men denkt vaak genoeg, kinder- en jongerentelefoon. Maar dit keer wordt er ingezoomd op de tieners, heb ik van u begrepen in ons voorgesprekje. Kunt u ons een beetje vertellen, want er is een project dat de KJT nu aan het uitrollen is, om het zo te zeggen, dat zich specifiek op de jongeren focust. Kunt u ons een beetje vertellen waarover dat project gaat en waarom dat project is, waarom het wordt uitgevoerd? Oké, we heten Kinder- en Jongerentelefoon. En meestal merken we dat de kinderen ons wel heel goed kennen. Ook gewoon omdat wij heel veel activiteiten doen op de glooscholen. Dus dat is niet vreemd dat zij ons kennen. We hebben laatst een campagne gehad, Wezen, Held en Meld. En helaas, het is nu alweer een paar jaar geleden. En daar hebben we dus eigenlijk gefocust op de volwassenen. Om ze eraan te herinneren dat zij een verantwoordelijkheid hebben om te helpen om kinderen veilig te houden. Dus dat ze melden als ze zien dat iets niet goed gaat. Maar we hebben gemerkt dat die tienerdoelgroep, die tieners en jongvolwassenen, dat wij eigenlijk niet al te veel aandacht, of misschien niet genoeg aandacht aan die doelgroep hebben besteed. Wij hebben een groepje jongere kinderen en jongeren die verbonden zijn aan de Kinderen en Jongeren Telefoon. Het zijn de kinderen van Kids Talk. En dan merk je in gesprek met hun en we vragen ze ook, denken jullie dat tieners, jullie leeftijdsgenoten, ons kennen? En dan zeggen ze vaak nee. En omdat dat niet de bedoeling is, het is wel de bedoeling dat ook de tieners en de jongvolwassenen ons kennen en weten wat we doen, dat ze ons kunnen bereiken en waarvoor ze ons kunnen bereiken, hebben we besloten om eigenlijk toch wel weer een activiteit te ontplooien waarbij we specifiek die doelgroep laten weten dat we er zijn voor ze. Ja, want het lijkt wel een beetje raar dat de jongeren vinden van het is alleen voor kinderen, dus het hoort niet, het is niet voor mij. Het kan liggen aan de accenten die wij hebben gelegd, maar ik zal u zeggen, de tieners die ik tegenkom, die voelen zich niet meer kind. Ze hebben wel zoiets van dat zijn de kinderen en wij zijn de tieners. Dus ik kan me zo voorstellen dat als we een algemene boodschap eigenlijk lanceren, dat zij niet per se vinden dat wij ze aanspreken. Dus vandaar, je houdt rekening met die doelgroep. Het is een heel belangrijke doelgroep, omdat je in die fase van je leven toch wel veel aan het zoeken bent. En het is dus handig om te weten dat je ergens terecht kan. Ja, dus vandaar. Sowieso. Oké, dus dit project is sowieso voor tieners. En wanneer is het gelanceerd of wordt het nog gelanceerd? Of wanneer wordt het gelanceerd? Nou, we zijn heel rustig en bescheiden ermee begonnen. We vonden het belangrijk om het te doen. En in het traject zoeken we steeds naar partners om ons te helpen om het te verdiepen en te verbreden. Maar we zijn op onze jaardag begonnen. 20 november was de KJT 11 jaar oud. En we hebben dus dit project gekozen om dan te lanceren. Oké, alsnog gefeliciteerd met het 11-jarig bestaan. Oké, en in dit project zijn er dan ook, zoals altijd, worden er posters ontwikkeld om de aandacht een beetje te trekken. En dit keer zijn er 3 posters die ik denk wel dat de tieners zich hierbij wel aangesproken zullen voelen. Wel, het idee van de posters was meer, omdat naast de vraag die wij ons stelden van kennen de tieners, de kinderen en jongeren telefoon, hadden we ook zoiets van, als ze ons kennen, we zeggen wel bel, maar weten ze waarvoor ze kunnen bellen? Het is dus heel belangrijk voor ons geweest dat ze
in principe niet hoeven te gaan nadenken, kan ik wel bellen hiervoor of kan ik niet bellen hiervoor. Maar dat ze gelijk weten van, hé, daarvoor kan ik bellen. En de posters zijn zodanig ontwikkeld, zodat er herkenbare situaties zijn uitgebeeld, zodat de tieners en de jongvolwassenen gelijk kunnen zien van, ah, als ik mijzelf in een van deze situaties bevind, of als ik het herken, dan kan ik bellen naar de kinderen- en jongerentelefoon. Ja, er zijn 3 posters ontwikkeld. Zie ik dat de KJT een beetje druk bezig is geweest. En op die 3 posters hopen wij sowieso ook dat de jongeren zich een beetje aangesproken voelen. Oké, mevrouw Jongelok, kunt u ons een beetje wijzen, af als de eerste poster, die krijgt u ook al te zien. Maar dit is een beetje in een kleine vorm. De vraag of de centrale vraag hierbij is, zit je met de vraag? En hierbij, daaronder zie je wie ben ik. Kunt u een beetje uitleggen over de eerste poster? Nou, we hebben proberen na te denken over waar jongeren mee kunnen zitten. Uh-huh. En de poster is zodanig gemaakt dat in principe als je het ziet, je komt ergens binnen en je ziet ergens staan, zit je met de vraag, dan kijk je wat die vraag is precies. En de vraag, de centrale vraag van deze poster is, wie ben ik? We weten dat als je tiener bent, we zijn allemaal tieners geweest, dan zit je nog wel met een heleboel vragen. Je moet jezelf vinden, je eigen identiteit. Het is niet voor iedereen even makkelijk. Op deze posters hebben we 3 situaties uitgebeeld waar dit speelt. 1 is peer pressure. Nog, wanneer je in die situatie bent, dan ga je ook besluiten nemen over wie wil ik zijn. Nog, wie ben ik nu? Wie wil ik zijn? Past dit wel bij de persoon die ik wil zijn? De tweede, iets wat heel vaak voorkomt nu, sexting. Dan stellen we ons zo voor dat zo'n jonge persoon, want er is hier een dame, maar het kan even goed een heer zijn natuurlijk. Ja. Dat zij iets doen. Maar in principe zou je ook kunnen zeggen, zijn ze zoekende naar wie ben ik? Wat wil ik eigenlijk? Wie wil ik worden? Denken ze na over de gevolgen? Kennen ze de gevolgen? En de derde, die heeft te maken met seksuele oriëntatie. Dat is ook een vorm van identiteit. Vinden, zoeken. Wie wil ik zijn? Wie moet ik zijn? Wie wil de omgeving dat ik ben? Hoe sta ik daar tegenover? En in al deze 3 situaties zitten jongeren met de vraag. Zitten jongeren met eigenlijk toch wel een dilemma vaak. Sommige jongeren kennen zichzelf vanaf het begin heel goed. Anderen zijn nog aan het zoeken en dat is niet erg. Maar wij zeggen, als jij met deze vraag zit en jij hebt zoiets van, hey, ik wil het of kan het niet vertellen aan mensen in mijn omgeving, dan moet je weten dat je altijd naar de KJT kan bellen. Nou, dus dat is wat wij willen bereiken met deze poster. Uh-huh. En dan de tweede poster. Oké, deze poster heeft als centrale vraag, wat kan ik doen? Het thema van deze poster is meer geweld. Je ziet het ook aan de afbeeldingen op de poster. Een jonge dame die eigenlijk bont en blauw geslagen is. Uh-huh. Eigenlijk. We weten wat geweld is, huiselijk geweld. Jammer genoeg zijn sommige tieners het slachtoffer van. En jongvolwassenen, maar soms zijn ze ook daders. Oh, maar ja, dit is dus het thema, het subthema. Je ziet hier spiking of drogeren. Het is meer een beetje wat tieners soms meemaken in de party scene. Ze gaan uit, nou tieners, als ze uit mogen gaan. Vooral dat. maar jongvolwassenen zeker. Dit is iets dat gebeurt. We kennen Soekroe, daar is er een heleboel informatie over gegeven. Maar het gebeurt soms dat mensen hier slachtoffer van worden. En eigenlijk zou je kunnen bellen als je meer erover wil weten. Uh-huh. Maar je kan ook bellen als je bijvoorbeeld al het slachtoffer bent geworden. En zelf zit met de vraag, wat moet ik doen? Weet je, sommige mensen zitten met vragen zoals, is het mijn schuld? Klopt. Schaamte. Heb ik het zelf gezocht? Precies. En dat soort dingen. Heb ik het zelf gezocht? Nou, als je hiermee zit, het is je overkomen. Of je kent iemand wie het overkomen is, kan je bellen naar de KJD. Uh-huh. En de laatste, die heeft te maken met geestelijk geweld. Je ziet een poster van een jonge dame, maar nogmaals, het kan ook een jonge heer zijn. Met eigenlijk die lading van negatieve uitspraken
die zij moeten aanhoren. Je bent dik, je bent niet slim genoeg. Het is een soort pesterigachtigheid. Ja, het kan pesten zijn, maar het kan ook zijn dat dit in je thuissituatie, in die situatie waar je je heel erg geborgen moet voelen, uh-huh. dat tegen je gezegd wordt. Weet je, die vergelijkingen die we maken tussen het eerste kind en het tweede kind. Je broer was niet zo, je zus was nooit zo. Kon je niet een beetje slimmer zijn? Uh-huh. Daar zitten mensen mee. En volwassenen hebben dat zwaar. En tieners al zeker wanneer ze in die fase zijn van zoeken naar hun eigen identiteit. Dus wij zeggen, dit is dus allemaal geweld. En als jij zit hiermee en wellicht komt de vraag in je op, wat kan ik doen? Nogmaals, als je niemand hebt, als je het niet weet, of als je gewoon nog niet met iemand anders wil praten erover, mag je naar de KIT bellen. Uh-huh. Het is altijd een goed idee. En dan de derde poster. Ja, deze poster heeft als centrale vraag, ben ik goed genoeg? Zo. Ja, dat is ook iets wat tieners zeggen waarmee ze zitten. Het struggelen van, weet je, de dingen die de omgeving je zeggen. Maar ook gewoon de dingen die je jezelf zegt, hoe je tegen jezelf aankijkt. Oh. En dan heeft het te maken met liefdesverdriet bijvoorbeeld. Ben ik goed genoeg voor die vriendin of die vriend? Uh-huh. Want het speelt, is heel erg belangrijk in die fase van je leven. Onzekerheid over een heleboel dingen, over je uiterlijk. Ben ik mooi? Ben ik mooi genoeg? En, ja, okay. Precies. Dus dat speelt ook. En natuurlijk in relatie tot je ouders of je familie. Hier zie je dus een moeder die heel erg streng kijkt naar de dochter. Dus er kunnen verschillende redenen zijn. In elk geval, wij zeggen het is niet, we zeggen niet, disciplineer niet. Maar hou rekening met het mens zijn in je kind, toch? Kinderen zijn niet, worden niet straks mensen. Ze zijn nu al mensen. Klopt. Toch? En ze hebben diezelfde gevoelens als volwassenen. En in principe vragen we altijd, hou rekening mee dat anders dan bij volwassenen je nog meer schade kan aanrichten bij een kind als je dat verkeerd aanpakt. Dus in dit geval, er zijn kinderen die zitten met die relatie, de aard van de relatie tussen hun en hun ouders. Bij tieners al helemaal. Uh-huh. Ze neigen wat opstandiger te zijn in die periode. Uh-huh. Maar ondanks dat moet je kind altijd weten dat je ze lief hebt, dat ze waardevol zijn. Ja, dat maakt op zich dan niet uit of het een eenouder gezin is of een tweeouder gezin. Nee, het maakt niet uit. Soms heeft het ene gezin meer challenges dan de andere. Het is moeilijker. Als je geen supportsysteem hebt als ouder, als één ouder. Maar ja, soms zijn er twee ouders en toch gebeurt het niet. Dus wij zeggen in principe, als je je in deze situatie bevindt, waarbij je toch wel een beetje minder ideale situatie hebt tussen jij en je ouder. En je kan het op dat moment niet uitpraten met je ouder of met iemand anders, dan mag je ook bellen. Nou, het gaat soms gewoon over een frustratie uiten. Gewoon echt even ventileren en zeggen van ik vind het niet leuk, ik vind het oneerlijk, ik vind het niet kunnen. En na een gesprek dan merk je wel als je de mensen vraagt, hoe voel je nu? Want toen je belde was je heel erg emotioneel, toen je belde was je heel erg boos. Hoe gaat het nu met je? Dan hoor je echt wel die zucht en dan zeggen ze nou, het gaat beter. Toch? En dan hou je dat open. In de gevallen van geweld, dan heeft dat nog een staartje, dan kan je niet alleen maar praten. Maar dan gaan we wel met die tiener of die jongvolwassene in kwestie praten over wat kunnen we nog meer doen of welke stappen moeten er genomen worden. Uh-huh. Maar in elk geval zeggen wij, als je zit met any van deze vragen, wat kan ik doen? Wie ben ik? En ben ik goed genoeg? Je hoeft het niet voor jezelf te houden. Je hoeft het ook niet alleen te verwerken. Bel naar 123. Ja. Helemaal. Dit is echt heel mooi uitgebreid naar de jongeren toe. En wat de jongeren ook, het is ook wat er zich de afgelopen tijd ook heeft afgespeeld. Dat jongeren niet wisten hoe ze zich moesten uiten. En er is heel wat gebeurd. Ik denk dat KIT dat ook heeft gehoord. En en het is toch wel ook goed dat er een instantie is waarbij deze doelgroep zich ook een beetje kan uitlaten, om het zo te zeggen. En daarvoor is de KIT, dat is altijd een heel goed idee. En ik denk wel dat het zal in
blazen. Ja, ik denk niet dat het in zou blazen, maar dat het... Inslaan. Het ja. zou inslaan. Heel wat. En maar, is de KIT dan van plan om op LBO-scholen, LTS-scholen, MILO-scholen langs te gaan? Indien ze de partners hebben gevonden waarover u het eerder had? Ja, dus we zijn hard bezig te kijken naar wie ons nog meer kan ondersteunen. Omdat de eerste strategie, laat me dat even zeggen, is dat wij jongeren alvast bereiken. En wij hebben gedacht, de scholen doen we al, daar gaan we al. En we willen het nog breder aanpakken. Maar we wilden ze bereiken op een manier die zij leuk vinden, die zij handig vinden en waarop zij zichzelf elkaar kunnen informeren. En dat hebben we dus toen gedaan met de Click It to Win It actie. Van de KIT, wat dat inhoudt, is dat deze posters zijn aangebracht in Boogies Burger, in Wally's aan de Kopenamenstraat, in de Hermitage Mall en in Subway in de Hermitage Mall en in aan de te Krasnapolsky. En ik zei Hermitage Mall, maar ik bedoel TBL Cinemas. Ze zijn aangebracht. En wat wij hebben gedaan, om die jongeren ook een beetje te challengen, dat vinden ze best leuk, is dat als je deze poster ziet, met zo'n pijltje met de instructies, je voor de poster een foto maakt. Het mag een selfie zijn, iemand mag je helpen om die foto te maken. En je dat voor ons stuurt. Via onze FB-pagina Kinder- en Jongerentelefoon. Je stuurt het voor ons via een PM, een personal message. Wij uploaden het en posten het op onze Facebook-pagina. En vanaf dat moment mogen ze hun gang gaan met het verspreiden van de poster waarvoor ze staan, of de foto die ze hebben opgeloofd, en shares en likes verzamelen. Iedere woensdag tegen middernacht wordt het afgesloten voor die week. Uh-huh. En donderdag maken wij dan bekend wie de winnaars zijn van die week. We hebben wat bedrijven gevonden die hele leuke presentjes, ja, giveaways hebben gegeven. TBL heeft TBL-kaartjes gegeven. Wally's heeft meals gegeven. Boogies heeft ook meals gegeven. En Subway heeft ook meals gegeven. We zijn nog steeds bezig om te kijken waar wij nog ondersteuning kunnen vinden. Maar de bedoeling is dus niet alleen het klikken per se en uh-huh. het insturen. Eén, je moet je behopen dat je de boodschap leest, maar dat je het ook helpt verspreiden. Uh-huh. Dus wij zeggen ook aan de tieners die nu al bezig zijn, help ons deze belangrijke boodschap te brengen naar jouw leeftijdsgenoten. Sowieso. Ja, dus maar dat over, is het. Over leeftijdsgenoten gesproken, hopelijk kan ik je een beetje hierbij een kleine education geven. Ja. Jongeren zitten niet alleen op Facebook. Ja. Heeft de KIT ook eraan gedacht om een Snapchat-account te maken? Een, hoe heet die andere, Instagram-account? Want er zijn heel wat jongeren die op Instagram zijn. En ze hebben heel veel volgers waarvan je denkt van waar komt zo'n jong kind met zoveel volgers waar jij als 30-plusser niet eens zoveel hebt. En wanneer je echt op je account gaat, ik heb nichtjes, hebben ze duizenden likes en jij kan niet eens 10 vergaren. Ja. Heeft de KIT ook daar aan gedacht? Wel weet u, er is zoveel aan dingen die ze gebruiken. We hebben één gekozen die zij gebruiken, maar die wij ook kennen. Oké. En die we redelijk goed kunnen gebruiken. Maar het is zeker, we gaan zeker kijken naar hoe wij die andere media die zij gebruiken ook kunnen gebruiken. Voor deze activiteit hebben wij dus gewoon Facebook genomen. Okay. Maar we nemen het zeker mee. We gaan natuurlijk eerst de deskundigheid zoeken en dan kijken we wat we ermee kunnen doen. Ja, nee, sowieso. Want de jongeren zijn meer een beetje, ja, het heet social media en ze voelen zich een beetje social daarop met foto's van zichzelf, foto's van vrienden, foto's van plekken waar ze gaan. En zo krijgen ze loves en likes en dat soort activiteiten. Ja, je begint nu pas ook erin te komen, want je hebt mensen die vragen, heeft u dat niet? Ja, maar ja, niet zo geweldig. Ja. Maar het is echt iets, het is echt wel een platform dat meer voor de jongeren is. Nou, dankjewel voor de tip. We gaan het zeker meenemen. Nee, graag gedaan. Omdat het kwam gelijk in me op van, ze zitten niet alleen op Facebook. Ja. Dus het is ook altijd goed om te weten als de KIT. Want als je nu ook kijkt naar branding van bepaalde bedrijven, dan zie je follow us op Instagram, mm-hmm. like onze Facebook-page. Dus ik zie dat grotere bedrijven ook daaraan gaan. Want dan
hoe meer followers ze krijgen. En dan is hun bereikbaarheid ook groter geworden. Ja. Dus ik denk dat als de KIT die stapboek maakt, dan kunnen de jongeren niet meer zeggen, we voelen ons uitgesloten van de KIT. Precies. In principe moet je de kanalen die zij gebruiken. Dus dat nemen we zeker mee. Het is voor ons eigenlijk een voorzichtige eerste stap om echt te gaan werken met social media. Maar de andere dingen moeten we sowieso ook gaan utilizen, gaan gebruiken. Dus dat nemen we mee. Ja, want sowieso. Facebook is het meest bekende in Suriname, dat weten we sowieso. Maar Instagram is ook mooi ingeslagen. Maar Facebook zal het sowieso helpen, want daar heb je dan het aantal shares. Mm. Want het gaat het om de likes die ze op de KIT-pagina hebben? Of gaat het om... Het is sowieso de bedoeling dat het gedeeld wordt. Maar gaat het om de likes die je hebt op de KIT-pagina zelf? Ja, dus het gaat erom dat als jij meedoet, je foto inzet, je liked onze page. Je foto waar dus op wordt gepost. En dan ga jij verder, omdat je dan getagd bent erin, voor de mensen die getagd willen worden. Omdat er ook mensen zijn die zeggen van liever niet. Okay. Ik ga gewoon binnen mijn groepje verzamelen, dat is ook oké. Okay. En dan gaan ze dus verzamelen van likes. Ze gaan likes verzamelen en dat zien wij... als beheerder van onze page. Uh-huh. Dus woensdag middernacht gaan we kijken van oké, wie heeft het meeste likes verzameld? Sowieso. Ja. Ja. Dus ja, jongeren, jullie hebben het gehoord. En ook de ouderen kunnen zich ook een beetje met hun kinderen misschien op de posters. Jullie kunnen daarbij ook jullie jongeren helpen om er een beetje zichtbaarheid te maken, vooral voor de KIT. De verschillende problemen die er zijn. En ja, er zijn er zoveel, maar waarover men niet altijd met mama of papa wil Precies. praten, dan is de KIT ervoor. Ik kan alleen maar zeggen, mevrouw Jangalok en de KIT, heel veel succes met deze Click It to Win It en ook met het project. En we hopen van harte dat het sowieso de vruchten zal afwerpen voor u. Dank u wel. Ik kan ook allemaal zeggen, bedankt voor uw komst naar de studio. En ja, ik kan niets anders zeggen. Het heeft me zo aangegrepen. Ik heb ook zoveel jongeren bij mij in de familie. Dus ik ga dat sowieso alvast beginnen te sharen van mijn kant uit. Precies, dankjewel. Dat vragen wij ouders ook. We hebben heel lang zitten nadenken over wel Facebook, niet Facebook. Want eigenlijk mag je pas op Facebook zijn wanneer je 18 bent. Nou weten we dat heel veel kinderen op Facebook zitten. Dus wij hadden zoiets van aan de ene kant wil je niet iets stimuleren dat eigenlijk niet mag. Maar als ze er toch zitten, dan is het misschien een hele handige manier... om ze naast alle dingen die ze gevraagd en ongevraagd krijgen, die niet heel erg productief zijn en bevorderlijk zijn voor hun ontwikkeling, dan dit mee te geven via datzelfde medium, als ze er toch zijn. Sowieso. En dan kunnen ze deze informatie ook krijgen. En wij vragen ook ouders, en goed dat u het zegt, alle volwassenen, je kent tieners, je kent jongvolwassenen, stuur het door naar ze. Nou, en stimuleer ze om eraan mee te doen, want met het meedoen komt natuurlijk dat je die informatie tot je neemt. Helemaal. Ja? Oké, kijkers, we zijn nu aan het einde van het eerste gedeelte van In Gesprek Met. We zijn zo weer bij u terug. En met het tweede deel. Blijft u kijken.